Sounds good. Halleluja. Laat ons bidden voordat we beginnen. Laat ons vragen God om ons te helpen om deze Bijbelstudie te verstaan. Oremos antes de empezar y pedirle al Señor que nos dé el entendimiento para comprender este estudio. En dat hij zal ook mijn vertaler zegenen. Y que él también bendiga a las traductoras. Halleluja. Heer Jezus, ik dank u en prijs voor iedereen dat is gekomen vanavond. Wij bidden in Jezus naam. Halleluja. Dat u zal deze Bijbelstudie zegenen. Dank voor iedereen dat is gekomen. Dank u voor uw woord die u heeft aan ons gegeven. En ik dank u Heer. Leid ons en help ons. Help mij vertalen in Spaans te spreken. In Jezus naam. Amen. Praise God. Joost, is mijn bril daar? Praise God. Waar heb ik wel mijn bril neergezet? Halleluja. Amen. Je mag zitten. Pueden sentarse, amados hermanos. Halleluja. Ik dacht, ik heb het wel daar neergezet. Gloria a Jesus. Oh, where did I sit? Amen. Praise the Heer. Halleluja. Gloria a Dios. Amen. Terwijl wij zoeken voor mijn bril. En lo que buscamos, la mente del pastor. Wij zijn aan onze zesde les. Praise Estamos God. En nuestro número 6 de lección. Nuestras Amen. Praise the Lord. Sexta les. Hallelujah. God is good. Amen. Ik heb het niet hier neergezet. Gloria a Dios. Si quiere le presto lo mío, pastor. Nee, that's okay. Praise God. Amen. Ik heb mijn vrouw's bril. Oh, podemos usar la de la hermana Georgette. Amen. 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 Hallelujah. God is good. Dios es bueno. Gloria a Jesús. Dios es bueno. Y más que bueno. My Gloria excuses on, was it, brother, Joost, we hebben een beetje verwarring gehad over wanneer hij zal zijn les geven. Estuvieron tratando de cuando él vaya a dar su lección, el hermano Jos. Praise God. Hey, hey, kwam voorbereid vanavond. I think it's heel fijn. Yep. ¿Puede ser? Hij kwam voorbereid vanavond, maar the les is niet voor that les was niet voor vanavond. Oh, él está listo para él está listo ya para dar la lección esta noche, pero la lección que se le dijo a él que preparara no era para esta noche. Maar je ziet heel netjes uit vanavond, praise God. Pero él se ve muy bien en esta noche. Amen. Amen. Praise God. Gloria a Dios. Amen. We zijn bezig te praten over de onderwerp toevoegen aan uw geloof. Estamos tratando el tema de añadir a tu fe. What moet je aan je geloof toevoegen? ¿Qué debemos añadirle a nuestra fe? Nou, we hebben al gesproken over deugd. Hemos hablado de la virtud. Kennis. El conocimiento. Machtigheid. Dominio propio. Leedzaamheid. Y paciencia. En vanavond gaan wij spreken over godzaligheid. Y hoy vamos a hablar de la piedad. Praise God. En 2 Petrus hoofdstuk 1 vers 6, dat is onze vers dat wij zijn bezig te studeren. Y estamos estudiando el capítulo de Segunda de Pedro, capítulo 1, el versículo 6. En bij de kennismatigheid en bij de matigheid leedzaamheid en bij de leedzaamheid godzaligheid. Praise God. Al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia y a la paciencia piedad. Praise God. Now, it's a heel moeilijke onderwerp, maar ook heel makkelijk. Es un tema un poco difícil, pero al mismo tiempo también es fácil. Ik heb heel veel dingen gelezen. El pastor ha leído muchas cosas. En het heeft mij laten denken. Y estas cosas se le han puesto a él a pensar. En ik denk de eerste vraag die ik moet eerst stellen is, wat is godzaligheid? Y la primera pregunta que él piensa que debe de hacer es, ¿qué es piedad? Dat is een heel, het lijkt een heel makkelijk vraag, maar ik kan wel ook, net als zei, heel moeilijk zijn. Porque parece una pregunta muy sencilla, pero al mismo tiempo puede ser una pregunta muy difícil. Omdat godzaligheid wordt vaak in de war gebracht met heiligmaking. Porque la piedad muchas veces la confunden con la santidad. So, ik ga jullie vragen mee te helpen vanavond. Entonces le voy a preguntar a ustedes que me ayuden esta noche, dice el hermano White. En samen gaan we even kijken naar godzaligheid. Y junto miraremos qué es la piedad. Nou, om te begrijpen godzaligheid.
Para comprender la piedad. Wij moeten kijken wat de Bijbel zegt erover. Debemos de mirar sobre lo que la Biblia dice sobre esto. Om een soort basis te creëren. Para tener un fundamento. Because that God's sanctity is, let us say, iets dat vaak wij komen in de war met heilig maken. Porque la piedad, como ya le ha dicho el hermano White, es algo con lo que siempre quedamos en una confusión con la santidad. Now, let's take what the Bible said, some voorbeelden van God's zaligheid. Así que miremos los ejemplos que la Biblia nos da sobre la piedad. And ik wil beginnen in 1 Timoteo, hoofdstuk 2, vers 2. 1 Timoteo 2, 5, 5, Brother White. Ja, 1 Timoteo. 1 Timoteo. Hoofdstuk 2, vers 2. 1 Timoteo, capítulo 2, versículo 2. Ja. Yeah. Amen, praise God. Lees de eerste en dan wij zal om de beurt gaan vanavond en wij zal deze versen lezen. 1 Timoteo, hoofdstuk 2, vers 2, zegt voor koningen, allen die in de hoogheid zijn, omdat wij in rust en stil leven leden mogen in al godzaligheid en eerbaarheid. Por los reyes y por todo lo que están en eminencia, para que vivamos quieta y responsablemente en toda piedad y honestidad. So it spreekt over in Timotheus dat wij moeten een gerust en stille leven leiden in alle godzaligheid. Dice que tenemos que vivir responsablemente en la piedad y en la honestidad. Okay, so there's onze eerste voorbeeld, zeg maar, van godzaligheid. Y entonces podemos ver aquí nuestro primer ejemplo de piedad. But that zegt niet veel. Pero en realidad esto no dice mucho. Als ik dit lees, ik zou zeggen, nou, ja, okay, maar wat betekent godzaligheid? Si leemos esto, podríamos decir, sí, muy bien, pero ¿qué es en realidad la piedad? Praise God. Let's further lezen, praise God. 1 Timoteo, hoofdstuk 4, entonces, verse 7. Continuemos leyendo. Ahí en 1 de Timoteo, el capítulo 2, en el versículo 4. 1 Timoteo, hoofdstuk 4. Oh, 4, perdón. Ya. Yeah. Ya. 4, versículo 7. Amén. Versículo 7, amén. Maar verwerp de ongoddelijke en ouderweefse fabel en oefen uzelf tot godzaligheid. Desechad las fábulas profanas y viejas. Ejercítate para la piedad. Praise God. Hallelujah. So we see that there is iets tegenovergestelde van godzaligheid. Así que vemos que es lo contrario de... No... Tegenovergestelde. No, it's sí, la contra de la piedad. Yeah, contra. Yeah, good. Praise God. Amen. Om godzaligheid te begrijpen, moeten we ook begrijpen what it is niet. Para comprender qué es la piedad, tenemos que comprender qué no es la piedad. Okay. So that's going to be een van de dingen dat we gaan over praten. Y este es uno de los temas de los cuales vamos a hablar. What is it need? ¿Qué es no tener piedad o qué es en contra de la piedad? All right. Mm-hmm. Ik vind dat een heel goede vraag. What is it need? ¿Qué es no ser piedoso? Piedoso diríamos nosotros. Om te begrijpen what is godzaligheid. Porque para comprender qué es la piedad. We can well that seen by what it is need. What it need is. Thank you, Bill. Lo vamos a hacer a través de comprender qué no es tener piedad. Praise God. Piedoso. Hallelujah. Yeah, praise God. Thank you, Bill. Kijk naar 2 Timotheus. We're nog steeds in around the book van 2 Timotheus. Ga naar de tweede boek van Timotheus. Ahora vamos a segunda de Timoteo. Hoofdstuk 3. Capítulo 3. Vers 5. Versículo 5. Hebben een gedaante van God's zaligheid, maar de kracht dezelfde verlokkend hebben, hebben ook een afkeer van deze. Que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A esto evita. So it's mogelijk om eruit te zien
Als je bent goddelijk. Pues entonces podemos ver que hay posibilidad de verte como piedoso. Maar je hebt de kracht niet. Pero en realidad no tienes piedad. Praise God. Praise God. Hallelujah. All right. Ik probeer door de verte een soort basis te leggen. Okay? Lo que el pastor lo está probando es a través de este versículo a poner una base, un fundamento. Sobre Amen. Wij zullen naar dit vraag komen. Okay? Y entonces llegar así a esta pregunta. Laten we deze verse lezen. Okay? Sister Isabella, de eerste Timotheus. Primera de Timoteo. Hoofdstuk 4, vers 8 voor mij lezen. Capítulo 4, versículo 8. En sister, Joost, de eerste Timoteus, hoofdstuk 6, vers 3 tot en met 6, voor mij voorbereiden. Eerste Timoteus, hoofdstuk 6, vers 3 tot en met 6. Nee. 8. Nee. Sí. Usted 4:8. Amen. Want de lichamelijke oefening is tot weinig nut, maar de gezaligheid is tot alle dingen nut, hebben de beloofde, des tegenwoordigen en des toekomstig leven. So we see it, hallelujah, that gezaligheid is nuttig. Así que podemos ver que la piedad es provechosa, o es de provecho. Amen. We weten, gezaligheid is nuttig. Así que vemos que la piedad es de provecho. Maar het geeft ons nog steeds niet de antwoord op, what is gezaligheid? Pero aún no recibimos la respuesta de qué es piedad. Praise God. Ik weet dat it is nuttig. El hermano pastor sabe que es de provecho. De Bijbel, we hebben ook gelezen dat wij moeten stil leven, leiden in alle godzaligheid. También tenemos que vivir una vida en piedad. We hebben ook gelezen wat godzaligheid is niet. Y también hemos visto lo que no es piedoso, de piedad. Maar wij hebben nog steeds eigenlijk niet, wat is godzaligheid? Pero aún no hemos llegado a qué es Brother piedad. Josué, 1 Timoteus, hoofdstuk 6, vers 3 tot en met 6 lezen. Dat is qua zalligheid, qua vruchtig, ja. Yeah, praise God. Amen. Hallelujah. So we see over here what gozalakite is need. Aquí podemos ver otra vez que no es piedad, que es impiedad. And oh, what it is well. Y que es la piedad. Praise God. Hallelujah. Amen. Nog, was it een meer vers? And that's 1 Timotheus 6. Verse 10 and 11. Wie wil dat lezen voor mij? Ja. Hallelujah. Amen. No. Sister Ariana. Primera de Timoteo 6, versículo 10 y 11. Is God, hallelujah. Amen. Het zegt dat wij moeten jagen naar godzaligheid.
Entonces dice que debemos de ir detrás de la piedad. Es niet iets dat kan wel gewoon aan je gegeven worden. No es algo que en realidad lo podemos recibir. Es iets dat je moet toevoegen aan je geloof. Es algo que debemos añadirle a nuestra fe. Praise God, praise God. Now, ik zei dat de eerste ding dat wij moeten vragen, what is it need? Por eso dije, lo primero que tenemos que preguntar, ¿qué es impiedad? And om dat te beantwoorden, ik denk, wij kunnen wel zeggen, what is iets dat is niet goddelijk? Y para poder contestar a eso, vamos a contestar a través de algo que no es de Dios. What is niet goddelijk? Goddelijk? Goddelijk. Que no es de Dios. Double D. All right. Praise God. What is niet goddelijk? Praise God. Amen. ¿Qué es, qué es Hallelujah. No es de Dios? Yeah. 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 Praise God. Amen. Amen. Laat me dat aan u vragen. What for you is niet goddelijk? El pastor hace esta pregunta. ¿Qué See, para nosotros no es de that Dios? Is, that person is niet goddelijk. Esa persona no es de Dios o hace cosas que no son de Dios. What betekent that for you? ¿Qué quiere decir esto? What do and say that is niet goddelijk? ¿Qué hacen estas personas que en realidad no es de Dios? Alguien. Zeg maar iets. Odia. What? Hato. They say. Se hacen hato. They hate. They hate mensen. Okay. Yeah. Okay. What is it? Hot. Yeah. It's hot. Zuster Isabel zegt liegen, vermoorden. Wat is het? Wacht. Ja, is zuster Isabel. Heel leest, maar geef, zeg iets één. Geef me één. Eén ding. Wat is het? Liegen. Ja. Liegen. Leugen. Okay. Leugen. All right. Mensen dat zijn niet goddelijk. Ja. Mensen dat zijn niet goddelijk, die liegen. Zijn right? Leugenaar, ja. Right? Liegen. Oké. Okay. Sister Gladys, heb je iets dat je wilt toevoegen? Geef me één ding. Als een person ongoddelijk, iets dat hij doet. Una cosa que pueda añadirle a algo que tú digas que no es de Dios. Wil ik dat terugkomen naar je toe? Ik wil terugkomen. Zal ik terugkomen? Even denken daarover? Si quiere, bueno. Sorry? Ja, este es el otro. Es lo mismo. Come even terug. Piénsalo. Stelen. Yeah. Okay. Roban. An ungodlijk persoon steelt. Lenen nemen zonder te vragen. S-T-E-L-E-L. L-T. Wat is het spel voor mij? E-L. Stelen. Okay, praise God. Okay, dankjewel. Oké, ik mijn Nederlands les. Molder. Ja, ik ben niet, ik geef het u, ik ben niet goed met spellen. Ruzie zoeken, dat is een goeie. Mensen dat zijn niet goddelijk, zoeken ruzie. Zoek. En deze, ik zoveel Spaans leren. Zoek. O-E-K. Right? Zoek ruzie. Zoek ruzie. Oké. Ruzie zoeken. Ja. Aanbroedelen. Hoogmoed. Oké, ja, hoogmoed. Wat? Slauwe? Aim? Altivez. Hoogmoed. La arrogancia. Hoogmoed. No perdonan. Even aan de... Aim? Oh, je niet vergeven. Sorry, ik dacht hier maar bij. Oké, CC, niet vergeven. Dat is goed, hè? I like that. Oké. Okay. Een ongoddelijke persoon
is niet vergeten. Ja. En als u zegt, laat is hij ook modernaal. Ja. Oké. Okay. Oh, ja. Sorry, vergeet me. Ja. Ja. Moorder, een moordenaar. Is een moordenaar, ja. Zeven. Een ungodelijk persoon is een moordenaar. Gloria a Jesús. Praise God. Amen. This is good. It's good. Ik probeer je te laten denken. In other words, als, kijk eens, als dit is niet goddelijk. Si estas cosas son impiedad. Then what godlijk is moet er teken overgestelde van elke van deze dingen zijn. Entonces la piedad tiene que ser la otra parte de esto, de la impiedad. Quad bedenking, ja. Pensamientos yeah. Malo. Mensen dat zijn niet kwaad, altijd zijn kwaad. Pensamiento de mal, pensamiento de mal o personas que maldicen o verspel. Amen. Sí. I did today. Sí. Oh, adúltera. Denkend. Pero tienes. Okay. All right. Amen. Ja, ik ja. Ja. Oké. Okay. Praise God. Ja. Maar ja. De idee is om je een idee te krijgen what is godlijk? La idea es de ponernos en una posición de pensarnos qué es la piedad. Als wij zeggen person is godzalig. Si decimos que es una persona que es piedosa, then it moet taken overgestelde van dit hier. Entonces tiene que ser todo lo contrario de lo que hemos escrito omdat acá. Een godloze persoon, porque esa persona es una persona sin Dios. That's a person that is niet godelijk, doet deze soort dingen. Y porque no tiene a Dios, entonces que hace todas estas cosas. Praise God. Gloria a Dios. Hallelujah. So we see that we begin a bit of an idea to create what godzaligheid is. Y entonces a través de esto empezamos a tener una idea de qué es la piedad. Praise God. Ik ben blij dat niemand heeft dingen genoemd dat zijn enkelijk heeft te maken met heiligmaking. Gracias a Dios que nadie nombró cosas con la que tiene que ver con la santidad. Vaak when we think aan godzaligheid, we think aan uiterlijk. Porque siempre cuando se habla de eso se habla de la apariencia, lo de afuera. The Pharisees and Sadducees prepared a godlik over to come and door who they I saw. Porque la mayoría de las personas empezamos a querer a tener una forma de apariencia de My Jesus say that they were full fun what? Go to abandon it. No era eso. Okay. Let's save it to the con. Nosotros empezamos siempre a querer tener una forma de nuestra apariencia de tener piedad a través right. De nuestras vestimentas. Yeah, they have the nadruk op gezet op het uiterlijk. Porque siempre como que se nos señala a lo que se ve. My Jesus say they were full of dode beenderen. Entonces vimos el ejemplo que él está dando que fue cuando el Señor right. Le dijo a los fariseos que se vestían de piedad, pero por dentro eran sepulcro blanqueado. They saw well godlik uit. Y se veían santificados como gente de Dios. They did the things that saw godlik uit. Y hacían cosas que aparentaban de ser de Dios. And what was that? What day did they that they prepared godlik uit the scene? What were some of the things that they did? ¿Qué era lo que nosotros podemos decir? ¿Qué era lo que ellos hacían? Know, ¿cómo actuaban para aparentar ser de Dios? No todos juntos. Mi vrouw weet het. Ik weet ze weet het. La hermana Jorge lo sabe, no puede participar. Isabella, what heeft Jezus gezegd that they did, that they deden? ¿Por qué el Señor Jesucristo le dijo a ellos qué era lo que ellos hacían y cómo era que lo hacían? Yeah.
Ja, één ding. Eén ding. Okay. Okay. Een van de dingen dat zij doet is, ze zit altijd in de voorste stoel. Als ze komen voor eerste stoel, komen ze zitten in de synagoga. Ze kan, ja. Ja. Die andere gaat niet. Ja. Oké. Okay. Porque ellos buscaban honra. What else did they do? Okay, but. ¿Qué más hacían? What did they say? Yeah. Oraban, oraban en las en oh, los patios. God is so good. They bond in open bar. Y lo hacían de una forma que todo el mundo lo escuchara. So that they could be seen more of the men. Para que para poder ser visto por las personas. Right? What else did they ¿Qué más hacían? Yeah. Y se, well, they had their ja, ik weet wat ze bedoelt, they had heerlijke dingen over hen. They had, ellos se ponían unas formas de artículo. They had King Babel in die dagen, praise God. se hacían como por ejemplo las vestimentas se hacían estampas, señales de santidad. Amén. En su vestimenta se podían y con sus vestidos que se ponían los vestidos de los sacerdotes, las túnicas. So there ayunaban y oraban públicamente. They let the men know when they were on a fast. Y le dejaban saber a las personas cuando ellos estaban ayunando. Ik ben on a fast. Como decir, estoy en ayuno, estoy ayunando. Right? Yeah. Y ponían una cara de seriedad. En o clases de Jesús. Yeah. Precies. They eat up the gezicht, laat mensen weten. Praise God. Es porque ellos querían hacerle. They did it from. Rome is to sí, yeah, what is Rome? Yeah. Oh, eran personas como dice la Biblia, tenían muchas palabrerías. Yeah. Eran sensuales. La Biblia los categoriza como hablaban con palabrerío que atraían. Sí. Amen. Sí. Praise God. Now, ik zei dit is een beetje een moeilijk onderwerp, oké? Sé que es un tema un poco difícil. Omdat de Bijbel zegt niet, om godzalig te zijn, moet je dit doen. Porque la verdad es que la Biblia no dice que para tener piedad tienes que hacer esto, esto y esto. Maar wij zien what godsaligheid is door ook in what it is need. Pero podemos ver que es piedad a través de la impiedad. Praise God. Let's take in our a par versa over mensen that saying niet godlijk. Vamos a ver algunos versículos de personas que no eran de Dios. Praise God. Sí. Bible spreekt over ungodelijke mensen in 2 Petrus hoofdstuk 2. La Biblia le habla a las personas que no eran de Dios, segunda de Pedro, versículo 2. Verse 5 and 6. Segunda de Pedro 2, versículo 6, creo que dijo así. Ya. Yeah. 2 Pedro. Praise God. Amen. In de oude wereld, sorry, 2 Petrus hoofdstuk 2, vers 5 en 6 zegt, in de oude wereld niet heeft gespaard, maar Noach, de prediker der gerechtigheid, zijn achttal bewaard heeft, als hij den zonvloed over de wereld der godlozen heeft gebracht. Dat is vers 5. Segunda de Pedro, hermana, capítulo, versículo 5 y 6, y te leo el 5 ahora. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de la justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. En de steden van Sodom en Gomorra, tot as verbrandende, met omkering veroordeeld heeft, en tot een voorbeeld gezet, degenen die godloselijk zouden leven, godloslig, ja. Y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra,
reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de venir vivir impíamente. So wij zien dat de mens in Sodom en Gomorra heeft een godloos, this is God, godloos leven geleefd. Así que podemos ver que las personas que vivían en Sodoma y Gomorra vivían impíamente. Godloosheid heeft ook te maken met immoraliteit. Sin Dios, impíamente quiere decir sin moral, inmoralmente. So, let me that ook toevoegen. Así que podemos añadirle esto también. Immoraliteit. Inmoralmente. Immoral. Alright? Mm-hmm. Sí. Praise God. Immoral. They were immoral. Praise God. Immoral. Hallelujah. Amen. Praise God. So they were immoral. Eran inmorales estas personas. Hallelujah. There was not only the homosexuality. No solamente vivían en el pecado de la homosexualidad, they were los bondage, sino que vivían impíamente, desenfrenadamente. Querían, tenían que hacer el amor, tener intimidad con todo. And, volgens some schrijvers, they have it ook met dieren gedaan. Y podemos ver que también lo hacían con los animales. It was a verschrikkelijk situatie. Era una situación muy desastrosa. Praise God. Let's kijken naar Judas, hoofdstuk 1. Vamos al libro de Judas, capítulo 1. Judas es un solo libro. Está antes de Apocalipsis. Judas, hoofdstuk 1, vers 4. Gloria a Jesús. Judas, te fuiste. Judas también tiene una hoja. El 4. Vier, vers 4. Amen. Ja. Maar ja. Er zijn sommige mensen ingeslopen die er tijdens tot dezelfde oordeel tevoren opgeschreven zijn. Godlozen die de genade God onze, de genade onze Gods verandert in ontuchtigheid en den enige heerser God en onze Heer Jezus Christus verlokkenen. Wow. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, lo que desde antes había sido destinado para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios el único soberano y a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Laten we eens kijken omdat we zijn nog steeds in Judas. Kijk eens naar vers 18. In other words, Judas hoofdstuk 1, vers 18. Quedamos en el capítulo de Judas y ahora leemos el versículo 18. It says that zij u gezegd hebben, sorry, that's verse 18 and 19, that zij u gezegd hebben dat er in de laatste tijd spotters zullen zijn die naar hun godloos begeerlijkheden wandelen zullen. Los que os decían en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según su malvados deseo. Deze zijn het die zichzelf van afscheiden, natuurlijk mensen die geest niet hebbende. Estos son los que causan divisiones, los sensuales, ve, los que no tienen el espíritu. Number 10. Sensuales. Niet. Esto no tienen el espíritu, no son espirituales. Amen. Praise Amen. God. Now all deze dingen zijn what is niet godly. Todas estas cosas son las que no son de Dios, son impíadamente. Praise God. Okay. So, om godelijk te zijn, moet je het tegenovergestelde van deze dingen doen. Amen. Para tener la piedad, entonces tenemos que es lo contrario de todas estas cosas que se han nombrado. Maar hoe kun je dat doen? Pero cómo podemos hacer esto? Als je hebt geen deugd. Si no tienes virtud. Als je weet niet wat, als je hebt geen deugd in je leven. Si no tienes virtud okay. En tu vida. Als je weet niet de verschil tussen
good and quad. Si no tienes el conocimiento de qué es lo bueno y qué es lo malo. Is it mogelijk om deugzaam te zijn zonder God? ¿Es posible que tú tengas paciencia sin Dios? Yeah. Amen. Yeah. It is. Er zijn sommige mensen die zijn deugzaam en ik ken God niet. Hay personas que sí, que son piedosas y no conocen a Dios. They have geleerd om goed te doen. Porque le han enseñado a hacer lo bueno. Praise God. Mm-hmm. All right? Sí. Maar je moet dat toch toevoegen aan je geloof. Pero eso tenemos que añadirlo en nuestra fe. Hallelujah. Je moet het wel in, je moet het wel ook zien, there is a deal that heeft te maken met je geloof. Porque tenemos que verlo como que es parte que tiene que ver con nuestra fe. Maar hoe kun je wel goddelijk zijn of deze dingen niet doen? ¿Cómo puede ser tú de Dios y no hacer estas cosas? Als je hebt geen kennis. Si no tienes el conocimiento. Je moet weten waarom je mag niet liegen. Tienes que saber el por qué tú no haces esto. Je moet weten waarom je mag mensen niet moorden. Tienes que tener el conocimiento de por qué tú no puedes matar a las personas. Dan heb je wel machtigheid. Y tienes tú el dominio propio. Weet je wat machtigheid was? ¿Se recuerdan que tocamos lo que es el dominio propio? Self-beheersing. Controlarte a ti mismo. Praise God. Ik denk dat men moet echt meer aan werken. Pienso que tenemos que trabajar más en esto, tener dominio propio. En dat kregen wij door vasten. Y eso lo conseguimos entonces a través del ayuno. Wanneer wij vasten, wij leren ons lichaam de beheersen. Cuando ayunamos, entonces aprendemos a enseñar a nuestro cuerpo a controlarse, a someterse. Then we have leidzaamheid. Y entonces tenemos paciencia. Eigenlijk een beetje geduld te hebben met mensen en ook met God. Entonces aprendemos a tener paciencia con las personas y claro también con Dios. Om op God te wachten en te verwachten. Para esperar y para esperar. And now it vraagt aan ons om godzaligheid toe te voegen aan dat. Y le preguntamos a Dios que nos dé la virtud para esperar sobre esto. Zo een ongoddelijke mensen zou iemand haten. Se puede ser que una persona con virtud odie. Ja, een ongoddelijke, no, una persona. Een niet goddelijke persoon zou iemand haten. Oké, vale. Right? Una persona que no tenga virtud va a odiar. So iemand dat heeft godzaligheid of is goddelijk, so what? Liefhebber. Entonces una persona que esté Dios y que tiene piedad va a tener amor. Ik weet, ik moet iemand liefhebben. Ik weet dat ik moet iemand lief hebben. Yo sé que yo tengo que amar a alguien. Dat komt uit deugd, right? Y esto viene de la virtud. Ik moet een keus maken. Entonces, a través de la virtud, yo puedo decidir. Ik kan wel kiezen tussen haat en liefde. Entonces, puedo decidir entre odiar o amar. Ik probeer godzaligheid aan u te laten begrijpen. Entonces, ahí necesitamos otra vez la paciencia para poder comprenderlo. Maar het heeft ook te maken met kennis. Pero también tiene que ver con el conocimiento. Ik weet wat de Bijbel zegt over liefde. Porque sabemos lo que la Biblia dice sobre el amor. Praise God, that God is liefde. Que Dios es amor. And God's liefde moet in mij zijn. Y que el amor de Dios tiene que estar en nosotros. Maar dan ik moet ook matigheid hebben. Pero también tenemos que tener dominio propio. Neemt heel veel zelfbeheersing. Y entonces para tenemos que tener ese dominio propio. Om iemand niet te haten. Para no odiar a alguien. Praise God. And soms neemt het ook leedzaamheid. Y también eso nos lleva a la paciencia. Omdat that person blijft vervelende dingen doen. Porque la persona sigue molestando y molestando. And that vraagt leedzaamheid van ons. Y eso no toma nosotros paciencia, necesitamos la paciencia. En daar kregen wel ons godzaligheid van. Y entonces de ahí viene la virtud. That's a godly, la piedad. That is a godly person. Sí, piedad. Praise God. That is a godly person. Y entonces ahí somos personas espirituales. Hij haat niemand. No odiamos a nadie. Praise God. You begin, godlijkheid heeft te maken dat je begint deze dingen te doen. El ser cristiano o querer a Dios tiene que ver con no hacer cosas
con the best manier ik kan het wel uitleggen is net als nieuw begin je in een praktijk te brengen. Y entonces como que empezamos a ponerlo en práctica. Es net als je zegt, ja, ik heb deug, ik heb kennis, ik heb matigheid, ik heb leerzaamheid. Tenemos virtud, tenemos conocimiento, tenemos dominio propio, tenemos paciencia. Nu het moet beginnen te roeren. Y entonces empezamos a mezclar todo esto. Y a ponerlo en práctica en nuestra vida. Praise God. Because zaligheid heeft te maken met al deze dingen. Porque la piedad tiene que ver con todas estas cosas. Maar it's not just één ding, zeg maar. No solamente una sola cosa. There are sommige mensen that can wel deuk hebben en kennis. Hay personas que pueden tener virtud y conocimiento. And they say nog steeds niet godzaligheid aan het oefenen. Y aún no están practicando la paciencia. Paciencia. No están practicando la piedad. Es makkelijk om godelijk uit te zien. Es muy fácil aparentar piedoso. Es makkelijk om uit te zien dat je haat niemand. Es muy fácil aparentar que no odiamos a nadie. Maar je bent vol van haat. Y estar lleno de odio. Es heel makkelijk om de doen als je houdt van mensen. Es no. Es fácil hacer como que no gustan las personas. Praise God. Maar it's niet. Maar wanneer je hebt echt liefde in je hart. Pero cuando verdaderamente tenemos amor en nuestro corazón. Dan ben je echt aan het oefenen. Entonces ahí es que empezamos a practicarlo. Maar dan is het vanavond de beste manier ik kan wel godzaligheid uitleggen. De la mejor forma que podemos explicar la piedad. Is to let you think over what does it need. Entonces es a través de qué no es qué es la contra de la piedad, que es la impiedad. Well, to me, that's the manier ik heb het een beetje ontdekt. Y en realidad esa fue la forma en la que el hermano White lo pudo descubrir. That was the eerste vraag ik begon aan mezelf te vragen, what does it need? Entonces la primera pregunta que él se hizo a él mismo fue, y entonces, ¿qué es la impiedad? The Pharisees heeft ons een voorbeeld gegeven, what it is need. What it need is. Los versículos no dan un ejemplo de lo que no es piedad. And Jesus heeft ons een voorbeeld gegeven, what it is. Y el Señor Jesucristo sí nos dio un ejemplo de qué es la piedad. He was godly, praise God. Porque él era... Hallelujah. De Dios. He was God. Praise God. Él era Dios. Amen. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. Maar, dat is een goede vraag. Pero es muy buena pregunta esta. Als we kijken naar deze lijst. Si miramos esta lista. Hoe gaat het met onze leven? ¿Cómo va entonces nuestra vida? Waar zijn wij? ¿Dónde quedamos nosotros? Als we kijken naar deze lijst, hoe gaat het met ons leven? Si miramos esta lista, ¿cómo va con nosotros? ¿Cómo va con nuestra vida? Als het zegt hier dat wij moeten godzaligheid toevoegen aan ons geloof. Si tenemos que tener piedad en nuestra fe. Hoe gaat het? ¿Cómo va? Kun je wel zeggen dat als ik zo naar deze lijst kijken. Podemos decir, si miramos esta lista. Dat ik wel mijzelf noem goddelijk. De que nosotros mismos no podemos nombrar de Dios. Praise God. Personas de Dios. Hallelujah. Gloria a Dios. Of is er dingen dat wij moeten aanwerken? O hay algunas cosas en las cuales tenemos que trabajar aún. Kunnen het wel zijn dat de reden dat wij hebben moeilijkheden met dit hier. Yo pienso que el por qué tenemos dificultades con esto que está aquí, dice el pastor. Is omdat wij hebben niet genoeg op die andere dingen. Es porque no tenemos suficiente de las otras cosas. Virtud, right? Conocimiento. Matigheid, leedzaamheid. Dominio propio. Praise God. Paciencia. Ik dacht aan een voorbeeld net als iemand dat traint om een wedstrijd te doen. Es como una persona que se está preparando para tener una competencia. En hij wil gaan lopen. Lange afstand rennen. Y quiere tomar una distancia bastante larga. So hij gaat naar die gymzaal. Entonces se va a la sala de hacer gimnasio o entrenar. Hij werkt aan zijn benen.
y empieza a trabajar a sus piernas for his arms, y no hace nada para su brazo. Y come los alimento correcto. But that's it. Pero ahí se queda. Weet je, het neemt meer dan die twee dingen om goede afstand te gaan lopen. Se necesita más que estas dos cosas para poder correr una distancia bien larga. Weet je, er is ook mentaal voorbereiding. También tiene que prepararse mentalmente. Your lungs moet ook getraind worden. Tus pulmones también tienen que entrenarse, ser entrenado. Ik heb meegemaakt in de militaire. Ik heb dit geleerd eigenlijk in de military. El hermano Guaya ha aprendido eso en la milicia. Omdat wij moesten ver lopen. Hard lopen. Ellos tenían que correr distancias bien largas. En mensen gingen hard lopen. Y muchas gentes iban corriendo muy rápido. En verkeerde dingen gegeten. Y habían comido cosas equivocadas. En krampen. Y entonces recibían unos dolores de barriga muy fuertes. Op een gegeven moment kon niet rennen. Y a un momento dado ya no podían seguir corriendo. De nacht ervoor te veel gedronken. O la noche anterior habían bebido mucho, habían tomado mucho. They were not getrained om eigenlijk de juiste ademhaling. Y no entrenaron para poder tomar aire, respirar. It's not just one thing that you moet aan werken. Porque no solamente es una sola cosa la que hay que trabajar. And I think that's the problem with veel Christen. Y piensa el hermano White que quizás este es el problema con muchos cristianos. The Bible says that ik moet mijn broer ik mag niet liegen, ik mag niet stelen. La Biblia dice que tengo que amar a mi hermano, que no tengo que mentir, que no tengo que robar. En ik heb de kennis ervan. Y tengo el conocimiento sobre esto. Ik probeer de juiste beslissing te nemen. Y entonces intento de tomar la decisión correcta. Ik doe het niet. Virtud, entonces quiere decir no lo hago. Ik heb de kennis ervan. Tengo el conocimiento de sobre esto. Als ik mis iets, zeg maar als de matigheid en leefzaamheid. Pero si pierdo alguna de esta enseñanza, por ejemplo, el dominio propio o la paciencia. Zo op een gegeven moment moeilijkheden hebben. Entonces voy a entrar en dificultades. Begrijp wat ik probeer aan je uit te leggen. ¿Comprende lo que el hermano le está tratando de explicar? Als wij wel godzaligheid aan ons leven toevoegen. Si nosotros le añadimos la virtud. Piedad, sorry. It moet samengaan met wat we hebben al toegevoegd in ons leven. Entonces todo esto tiene que ir junto en nuestra vida y añadir ser añadido a nuestra vida. Ik wil dat je ziet dat wij zijn bezig om iets op te bouwen. Quiero que lo vean porque estamos construyendo algo. Praise God. Ik kan niet godzalig, we breken dat. Ik kan niet godzalig leven. Yo no puedo vivir piadosamente zonder die andere dingen te hebben. Sin hacer las demás cosas. Ik kan niet zeggen ik ga godzaligheid toevoegen aan mijn geloof. No puedo añadirle piedad a mi fe. That's all ik ga doen. Ik ga godzaligheid toevoegen. Ah, eso es. Vamos a añadirle solamente la piedad. Maar hoe kun je het doen als je hebt geen duik, kennis, matigheid of leefzaamheid? Y cómo va a ir entonces si no tiene virtud, no tiene conocimiento, no tiene dominio propio, no tiene paciencia. Praise God. Maar God roept ons om zo te leven. Pero el Señor nos llama a nosotros para vivir de esta manera, ¿no? Dat wij moeten godzalig in deze wereld leven. Que nosotros debemos de vivir piedosamente en este mundo. Dat betekent dat wij mensen niet haten. Y eso quiere decir que no podemos odiar a las personas. We mogen niet liegen tegen mensen. No podemos mentirle a la persona. We mogen niet stelen. No podemos robar. We mogen geen ruzie zoeken. No podemos buscar peleas. We mogen niet hoogmoedig zijn. No podemos ser orgulloso ni altivo. Wij moeten mensen vergeven. Debemos de perdonarnos los unos a los otros. Weet je, moordenaar. Sabes, matar. De Bijbel zegt je kunt wel mensen moorden met je woorden. Sabes, la Biblia menciona que hay personas que matan con sus palabras. Dood maken met onze woorden. Que matan con sus palabras. En kwaad denken. Y personas que piensan ser todo el tiempo mal. We mag niet onmoraal zijn. Que hay gente que son inmorales. Praise God, hallelujah. En wij moeten de geest van God hebben. Y necesitamos el Espíritu de Dios. Als wij dat hebben, dan wij beginnen een goddelijke leven te leven. Porque cuando tenemos el Espíritu de Dios, empezamos a vivir una vida espiritual. Ik zei dat dit is eigenlijk een moeilijk onderwerp, maar het is ook makkelijk. Ya le he dicho que en realidad parece un tema muy difícil, pero a la vez también es fácil. Maar er moet een verandering in ons leven komen.
Porque tiene que haber un cambio en nuestra vida. Tiene que llegar un cambio. Plaats komen waar that they begin all deze dingen that they have toegevoegd in ons leven te gebruiken. Tiene que llegar un momento en el que todas estas cosas que hemos añadido en nuestra vida las pongamos en práctica. Now the following thing we got over leren. Y el próximo tema que vamos a aprender es brüderlijke liefde. Se trata del amor. El amor fraternal, el amor de hermano. Hoe kan ik wel brüderlijke liefde hebben? Y me imagino cómo podemos tener ese amor fraternal, amor als ik heb deze ding niet als een basis. Si no tenemos estas cosas sobre una base, un fundamento. Echt broederliefde komt uit deze dingen hier. Porque el amor fraternal viene de todas estas cosas acá. En we gaan meer over dat volgende week leren. Y vamos a aprender más sobre este tema la próxima semana. Praise God. Gloria a Dios. Laten we opstaan en bidden. Vamos a ponernos de pie y a orar. Ik hoop dat dit was duidelijk vanavond. Espero que lo hayan aprendido esta noche, perdón. Ik wil op een andere manier benaderen. Porque aquí el hermano Guay quiere de Hallelujah. Otra forma, ¿cómo se dice? Dejarlo ver de otra forma, expresarlo Amen. De otra forma. Amén. Praise God. Gloria a Dios. Heer Jezus, ik dank u en praise u en geef al de eer glory voor deze avond. Ik bid in Jezus' naam dat u zal deze avond zegenen. Dank u voor de woord dat was gesproken. Help me, Heer, om dit te begrijpen. Help me om een goddelijke leven te leiden. Halleluja. Praise God. Halleluja. In Jezus' naam, Heer. Raak iedereen aan vanavond. Ik prijs u en dank u in Jezus' naam. Amen. Praise God. Amen. Heeft iemand vragen? Nou, we can go ahead and that.